Die is voor het uitbrengen van het ultimatum met daaraan gekoppeld ook staken. De overgrote meerderheid van de personeelsleden, aangesloten bij de vakbonden FNV en CNV, is actiebereid. Het sociaal plan waarmee werkgever Akzo Nobel is gekomen, is onvoldoende. Helder is dat men zegt van het moet gewoon een paar tandjes beter. En dat kan ik ook goed snappen. Hè. Men had een baan en die is weg, omwille van het verder vergroten van de winstgevendheid. Dus dat mensen in deze tijd zeggen van nou, het mag wel een paar tandjes beter, snap ik heel goed. 215 banen gaan verloren in de productietak van het bedrijf in Deventer. Een klap die netjes opgelost moet worden, zo stellen de bonden. Een goede ontslagvergoeding en de groep 55-plussers moet beschermd worden tegen de gevolgen van dat ontslag. Ik werk hier al 32 jaar en je wordt gewoon afgeschreven met een regeling waar je gewoon mee in de problemen komt. Dus dat is waar het om gaat eigenlijk. Ja, het mobiliteitsplan wat op tafel ligt is op zich niet een heel slecht plan. Het voorziet alleen pas een traject van werk naar werk bijvoorbeeld als mensen ook daadwerkelijk boventallig zijn. 3 jaar wordt er uitgetrokken om de hele ontslagoperatie uit te voeren. Die tijd moet benut worden om iedereen elders aan passend werk te helpen. Zo niet, dan komen er acties. Vaststaat op het moment dat mensen hier in grote getalen zeggen we gaan ervoor, ga ik er vanuit dat ze het ook doen. En dan staat ook vast dat er actie gevoerd gaat worden en dat we gewoon zeggen staken. En dat gaan we zo doen dat uiteindelijk dat ook echt wel iets betekent bij Akzo. Staken!